Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van het EK 2020-2021 voorspellen. Het is zover. We zijn bij aflevering 2 en jullie zullen vast denken van waarom is deze aflevering zo vroeg, nog niet eens alle wedstrijden zijn geweest. Dat klopt, maar omdat Colino heel terecht tegen mij zei van er zijn geen rustdagen. Waar ik dus even niet over na had gedacht, want ik dacht dat er is een rustdag, dus dat kan makkelijk, want dat doen we normaal met Eredivisie voorspellen en Champions League wedstrijden op dinsdag ook. Maar dat is helemaal niet zo, want we hebben morgen meteen weer een wedstrijd. En die moeten we natuurlijk wel van tevoren kunnen voorspellen. Vandaag, dat vandaag de aflevering al online komt. Er zijn dus 2 wedstrijden nog niet geweest. Dat was Hongarije-Portugal en Frankrijk tegen Duitsland. Die zijn dus nog niet geweest. Hoe ik het ga doen is, er komt in deze aflevering dus geen voorspellers top 8. Maar ik ga het linkje van de volledige stand in de beschrijving zetten. En die wordt pas nadat die 2 wedstrijden geweest zijn, wordt die geüpdate. En dan zien jullie hoeveel iedereen staat, zeg maar. Dus hou dat gewoon in ieder geval even in de gaten. Dit gaat zo zijn totdat de groepsfase voorbij is. En vanaf de eindrondes, zeg maar, heb je elke keer wel rustdagen ertussen zitten. Waardoor we dus makkelijk eventjes een volledige aflevering kunnen doen. Maar dan weten jullie in ieder geval dat het zo gaat zijn. Voor de komende afleveringen in ieder geval. Laten we eens naar die uitslagen gaan kijken. Turkije moest de openingswedstrijd tegen Italië. Dat werd 0-3. Wales, Zwitserland werd 1-1. Denemarken met die hele beladen wedstrijd dat Christian Eriksen zomaar op de grond viel en gereanimeerd moest worden. Gelukkig is hij weer bij kennis en gaat het in hoeverre dat kan redelijk goed met hem. En dat is 0-1 geworden. België, Rusland 3-0. Engeland won met net van Kroatië, werd 1-0. Oostenrijk en Macedonië werd 3-1. En Nederland won natuurlijk met 3-2 van Oekraïne. Schotland tegen Tsjechië werd 0-2. Polen tegen Slowakije werd 1-2. En Spanje-Zweden werd 0-0. Hongarije, Portugal en Frankrijk-Duitsland die hebben natuurlijk wel al voorspeld. Dus die hoef je bij deze afleveringen niet meer onder te zetten. Maar dat zijn wedstrijden die vanavond worden gespeeld. En als die geweest zijn, dan ga ik de scores bij elkaar optellen. Dan gaan we door naar de wedstrijden die we gaan voorspellen in deze aflevering. Namelijk Finland tegen Rusland, Turkije ontvangt Wales, Italië moet thuis tegen Zwitserland, dat staat daar verkeerd. Dat is dus Italië-Zwitserland, dat staat verkeerd in beeld. Oekraïne tegen Macedonië, Denemarken ontvangt België. Nederland moet thuis tegen Oostenrijk, Zweden ontvangt Slowakije, Kroatië moet tegen Tsjechië. Engeland tegen Schotland, wat een hele leuke derby is. Hongarije tegen Frankrijk. Portugal tegen Duitsland, een kraker. En Spanje tegen Polen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan hoop ik dat ik jullie de volgende aflevering weer zie bij Eredivisie voorspellen. Oh nee, bij EK voorspellen. Het gaat goed deze aflevering. Adios amigos.